willen niet meer alleen naar cabaret, maar zouden ook nog wel iets willen leren. En bij ons is dat op een manier waarbij je ook nog lacht en ook nog met elkaar interactief bezig bent. Dus ik denk dat dat precies past nu. En ik zie ook dat het echt groeit. Dus mensen maken mond-tot-mond reclames, vinden het echt leuk en de zaal gaat steeds voller zitten. Dus wij vinden Boxmeer een hele leuke plek om science fiction te doen. Hele leuke onderwerpen, divers en heel interessant. Je leert iets wat je niet leert als je 5 minuten lang in een klaslokaal zit. En ze maakt hier ook niet zo saai. Iets wat in eerste instantie denk ik, weet ik niet, dat dat eigenlijk juist zo erg blijft hangen. En dat het daarom juist zo leuk is om naar zo'n avond te gaan. Wie stelt de kutvraag? Heb ik hier nu aan? Met deze activiteit kunnen we ook studenten bij elkaar brengen. We denken eigenlijk hiermee de start te maken van een kennisnetwerk. En dan tellen we de zaak op. En dan heeft Mylène gewonnen. Ik vind het vooral heel leuk om andere mensen te vertellen wat er allemaal gebeurt in de wetenschap. Het heeft een beetje een stoffig imago. En ik wil graag laten zien dat het helemaal niet alleen maar grijze muizen zijn die achter een computer zitten. Maar dat je ontzettend veel heel inspirerend werk kan doen.